Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Kijk mijn kleur ogen. Ik heb gewoon groene ogen, mensen. Het leek me leuk om groene kleurlessen in te doen, omdat ik voor deze ooglook ging. En deze ooglook vond ik wel mooi met een lichtere kleur ogen. Vandaar dat ik het heb geprobeerd. Het is wel even wennen, maar hè, ik vind het best wel mooi. Even een update over de microblading, mijn wenkbrauwen. Ik kan er nog steeds geen make-up op doen, dus ik kan ze nog steeds niet zo mooi fliekie maken. Dus vandaar dat ze nog niet zo mooi strak zijn, omdat ik er gewoon nog niks mee kan doen. Nou, ik heb vandaag een full face met W7 make-up. Ik ga me allemaal opmaken met W7 make-up. De meeste producten heb ik nog niet geprobeerd, dus dan is het een first impression. Maar sommige make-upjes had ik al. Dus ben je benieuwd naar deze make-up? Laat me gewoon vooral even kijken. Nou, we gaan maar snel beginnen. Ik vind het nog steeds raar om naar mezelf te kijken met groene ogen. Echt, ik zou echt dolgraag lichtere ogen hebben. Maar als ik echt zou mogen kiezen, zou ik misschien heel licht bruine ogen willen. Of misschien blauw of zo. Maar ik vind groen ook heel mooi. Ik heb gekozen voor groen, want dit wordt een bruine smoky look. En daarbij is groene ogen heel mooi, dus... Het ziet er misschien een beetje raar uit, je moet even wennen, maar ja, dat moet ik ook. Nou, we gaan vandaag weer eerst beginnen met de ogen. Ik ga eerst mijn ogen primen. Dit ga ik doen met de W7 Eyeshadow Primer. Oké, ik heb echt veel te veel gepakt. Je moet niet zoveel pakken als dat ik nu heb gedaan. Wat ik al heel fijn vind aan deze primer is dat hij vrij dik is en hij corrigeert kleur. Want hij heeft een mooie kleur waardoor het hier echt een stuk lichter wordt. En daardoor gaan de oogschaduwen ook beter eruit poppen. Ja, ik vind het echt een hele fijne primer. Zie je nou hoe wit het wordt? Dat is altijd goed. Nou, als oogschaduwpaletje heb ik dit W7 Vegan Eyeshadow Palette. Dit kwastje wat erin zit, kleur ik weer weg. Nou, ik ga eerst mijn ogen afpoederen met deze kleur. Echt, terwijl ik dit aan het doen ben, ben ik aan het bedenken wat voor ooglook ik ga maken, want ik heb nog geen idee. Oh mijn god, ik heb hem gewoon kapot gemaakt. De ding is er gewoon af. Oké, hij is kapot, maar je kunt er nog wel gewoon zo erop doen. Nou, ik ga eerst deze kleur gebruiken als transitiekleur. Wauw, ik vind deze kleur echt heel mooi. Deze en die zwarte kleur in het paletje zijn de enige matte kleuren. Dus er zijn niet echt veel matte kleuren. Maar ik vind deze kleur wel echt heel mooi. Toen ik hem in het paletje zag, dacht ik bij mijn eigen, ja, dit is veel te grijs. Dit gaat niet mooi worden. Maar omdat het dus de enige matte kleur is, dus ik hem wel als transitiekleur moest gebruiken, heb ik hem maar gewoon gepakt. Maar ik vind hem toch mooier dan ik had verwacht. Gelukkig. Hij is iets bruiner. Hij is niet te grijs. Ik ga denk ik gewoon voor een cut crease. Dit is een vrij betaalbaar oogschaduwpaletje. En ja, je wilt natuurlijk niet dat je ooglook er betaalbaar uitziet. Je wilt eruit zien alsof je super dure make-up op hebt. En de makkelijkste manier om dat te doen is door een cut crease te maken. Cut crease make-up looks zien er altijd super duur uit. Alsof je super veel je best hebt gedaan. Allemaal dure make-up hebt gebruikt. Terwijl 9 van de 10 keer is dat gewoon niet. Maar dan zie je er toch heel duur uit, terwijl je geen dure producten hebt gebruikt. Nou pak ik deze zwarte kleur om het allemaal iets donkerder te maken. En ik gebruik hiervoor een kleinere puntige kwast. En daarmee ga ik een beetje de cut crease creëren. En ik begin altijd aan de buitenkant, omdat daar het meeste pigmentatie moet komen. En dit doe ik zo dan ook gewoon aan de andere kant. En dan met een iets kleinere fluffy kwast ga ik het uitblenden. Nou mensen, ik ben al echt al een tijdje aan het blenden, maar het moet gewoon goed worden uitgeblend. Vooral als je zo'n harde zwarte streep maakt. Het moet wel een mooie blend worden en niet zo hard blijven. Ondanks dat een cut crease look wel hard is. Zo, nou pak ik gewoon een willekeurige concealer. Het maakt echt absoluut niet uit wat voor concealer je gebruikt, als die maar niet te dun is. En dan ga ik gewoon een cut crease maken. En ik blijf nou gewoon een beetje onder dat zwarte, want ik heb de cut crease al gemaakt eigenlijk. Dus ik heb het iets makkelijker gemaakt voor mijn eigen. Dus nu moet ik daar gewoon een beetje onder blijven en meegaan met de lijn. Ik ga denk ik nog wel een video maken voor jullie waar ik echt goed uitleg hoe je een cut crease kunt maken. Dus die komt er nog aan. Nou, de cut crease is gemaakt. Ik ga het niet afpoederen, want ik ga een glitterkleur erop doen. Als je het afpoedert, verpest je een beetje de glitterkleur. Dus nu is het gewoon nog een beetje plakkerig, waardoor het gewoon goed erop gaat plakken. Nu pak ik deze kleur voor op mijn ooglid. En dan wat MAC Fix Plus op mijn kwast, zodat het wat mee gaat glitteren. En ik breng het echt aan op de hele plek waar ik de concealer heb gedaan. En ik breng de kleur echt helemaal hier tot aan buiten, want we gaan het toch straks opruimen, dus dat maakt niet uit. Ik moet wel zeggen, de oogschaduw brengen echt heel fijn uit. Ze blenden echt heel makkelijk. Deze kleur is ook echt heel mooi goud. Enige nadeel is dat er wel echt veel fallout is. Er valt echt heel veel hier op mijn gezicht en hier op mijn tafel. Dus zorg ervoor dat als je dit paletje gebruikt, je eerst je ogen doet en dan pas je gezicht. Anders verpest je je hele gezicht make-up. Dan pak ik weer even deze zwarte kleur. En met hetzelfde kwastje als daarnet ga ik nog één keer over de lijn heen. Want nu is het zwart een beetje weggegaan door al het goud. En ik breng echt maar een heel klein beetje aan. Kijk, het verschil. Nou is het hier iets zwarter geworden, terwijl het hier echt is weggevaagd. Dus dit ga ik nou ook hier doen. Nou, ik heb ook nog deze 3 glitter eyeliners. Dit zijn de 3 kleuren. Ik heb een gouden, een witte en een zilveren. En ik ga de gouden gebruiken. En om mijn ogen iets meer te laten glitteren, ga ik dit een beetje over de gouden kleur heen brengen. En dan gewoon vanaf binnen tot ongeveer het midden. Nou, ik vind het tot nu toe echt heel goed gaan, mensen. De make-up is echt heel mooi. Dit paletje brengt echt heel mooi aan.
Behalve de Fallout. De Fallout had wel echt iets minder gekund, want er valt echt heel veel naar beneden. Deze glitter eyeliner is ook heel mooi. Je hebt heel vaak met de wat meer betaalbare glitter eyeliners dat er gewoon bijna geen glitter zit. Maar ik denk dat we allemaal wel kunnen zien dat er hier genoeg glitter zit. En je kunt echt zoveel aanbrengen als je wilt. Als je gewoon één grote glitter wilt, breng je gewoon superveel aan. En als je het gewoon iets minder wilt, zoals ik, tenminste dit is minder voor mij, dan breng je gewoon iets minder aan. Deze drie lijken trouwens heel veel op de Urban Decay glitter eyeliner. Deze is dus van Urban Decay en deze zijn van W7. Lijkt er superveel op. Deze is alleen een heel stuk duurder. Deze is rond de 20 euro volgens mij. Dus het is ook een goede dupe voor deze, mocht je deze te duur vinden. Nou, voordat ik mijn eyeliner ga zetten, moet ik even wachten totdat deze glitters een beetje zijn gedroogd. Ik vind het zwarte nog niet genoeg uitgeblend, dus ik ga even deze kwast ook van W7. Dit is de Contour Eyeshadow Brush. Die ga ik even gebruiken om het nog een beetje extra uit te blenden. Dit is gewoon een kleine, ronde kwastje. Dit soort kwasten zijn echt perfect om van die lijnen uit te blenden. Of volgens mij gaat het echt een lange video worden. Ik praat zoveel. Nou, ik heb hier de eyeliner van W7. Dit is de Eye Captain Very Black Liquid Eyeliner. En die ga ik gebruiken om een hele dramatische winged eyeliner te maken. En ik wil hem echt helemaal aanbrengen tot hierboven. Dus ik hoop dat deze eyeliner een beetje fatsoenlijk meewerkt. Ik denk het wel, want ik heb echt specifiek deze uitgekozen. Omdat ik dit borsteltje of spateltje, of hoe je het ook moet noemen, er heel fijn uit vind zien. Nou, de dramatische winged eyeliner zijn gemaakt. Deze is beter gelukt dan deze, want hier moest ik nog even kijken en oefenen. Ik heb iets goeds te zeggen over deze eyeliner en iets minder goeds. Wat ik heel goed vind is de kleur. Hij is echt heel zwart. En ja, als je een zwarte eyeliner gebruikt, wil je ook dat hij heel zwart is. En nadeel ervan, het spateltje of spoelie of borsteltje, hoe je het ook moet noemen. Ik weet het niet, mensen. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit moet noemen? Maar in ieder geval, die beweegt niet mee. Hij is gewoon hard. En het is fijner als hij gewoon mee beweegt, want dan is het makkelijker om de wing te maken. En als hij zo hard is, dan is hij een beetje stroef en dan is het iets moeilijker om de wing mooi strak te krijgen. Nou, het is tijd voor mascara. Ik heb de Absolute Lashes mascara van Benefit. Ik zeg gewoon Benefit. Ik bedoel W7. Ik zeg waarschijnlijk Benefit, omdat hij lijkt op de Benefit mascara. Echt heel veel. Nou, zo ziet hij eruit. Ik vind hem bijna er gewoon gevaarlijk uitzien. Hij is zo puntig. Nou, ik ga het gewoon opdoen. Pas wel echt op bij je ogen, want hij is echt heel puntig. Nou, voor de mensen die mijn video's al vaker hebben gezien, die weten dat ik bijna geen wimpers heb. Dus je gaat het niet goed zien bij mij. Ik ben even iets meer aan het aanbrengen van die glitter eyeliner, want ik wil toch iets meer glitters. En dat doe ik ook bij dit oog. Nou, ik heb geen neppe wimpers van W7, dus ik ga even mijn eigen neppe wimpers opdoen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, mijn wimpers zitten erop. Mijn wimpers maakt altijd zo'n groot verschil. Nou is de look echt heel mooi. Ik ben echt heel blij met hoe het eruit is gekomen. Want als je nieuwe make-up probeert, weet je nooit hoe het gaat. Dus ik ben voor nu echt heel tevreden. Alleen de eyeliner was een beetje... Oh ja, even snel een update over de mascara. Ik heb dus nu alles afgemaakt. Wat vind ik van de mascara? Doordat deze mascara vrij droog is, als je hele korte wimpers hebt en je wimpers krult, blijven ze mooi omhoog staan. Want bij de iets nattere mascara's ga je wimpers niet omhoog staan, want ze zijn gewoon te zwaar. En bij wat drogere mascara's blijven ze wel wat makkelijker gekruld staan en omhoog staan. Nou, een oogschaduwlook is natuurlijk nog niet af. Er moet nog onder oogschaduw komen, maar dat ga ik pas doen als ik mijn gezichtsmake-up heb gedaan. Dus dat gaan we nou eerst doen. Voor de mensen die zijn geïnteresseerd in welke wimpers dit zijn. Dit zijn de Queen Tarsi wimpers Jasmine. Ik moet wel zeggen, ze zijn echt vrij lang. Dus als je nou naar mij kijkt en denkt, oh dat valt wel mee. Het valt niet mee, want ik heb best wel veel plek hier bij mijn ogen. En hij is al vrij lang. Dus als je al niet veel plek hebt bij je ogen en je doet deze op, komt het echt tot aan je wenkbrauw. Ik heb hier de W7 Perfection Primer. Deze primer moet er dus voor zorgen dat je poriën een heel stuk minder worden. Het ziet er echt heel raar uit, alsof het een beetje kots is ofzo. Nou, de primer voelt niet heel dik aan. Het voelt heel apart aan. Het is dikkig, maar het voelt niet dikkig. Als je snapt wat ik bedoel, dikkig. Het heeft mijn huid wel echt iets smoeter gemaakt. Ja, ik ben wel blij met deze primer. Nou, voordat ik foundation ga aanbrengen, ga ik eerst een liquid highlighter aanbrengen. Ik heb hier de W7 Beam Me Up Liquid Highlighter in de kleur Dynamite. Ik doe dit dus vaak onder mijn foundation, gewoon hier op de plek waar ik normaal highlighter doe. Zodat mijn huid toch iets glowier wordt. De foundation bedekt het wel, maar toch ga je altijd nog een beetje die glow er doorheen zien. En vooral omdat ik ook een hele droge huid heb, is het extra fijn om zoiets nog onder je foundation te hebben om het iets minder droog te maken. Je moet hem wel echt eerst goed schudden. En dan breng ik gewoon een paar stipjes hier aan. En dan met mijn beauty blender doe ik het uitblenden. Als je echt gaat voor een hele glowy look, kun je dit ook op je hele gezicht aanbrengen. Je kunt het ook gewoon direct op je beauty blender aanbrengen. Ja, kijk hier die glow. Hij is niet te heftig. Dus als je echt gaat voor een hele heftige highlighter, is dit niet de highlighter voor jou.
Hij is gewoon alledaags. Het is een beetje een alledaagse glowy highlighter. Je kunt het ook mengen met je foundation als je je foundation wat minder mat wilt hebben. Dan heb ik hier de W7 Face Fantasy Matte Foundation. Zoals ik al zei, het is een matte foundation. Nou, W7 heeft een aantal verschillende soorten foundations. Alleen er zijn niet veel kleuren. Bij geen enkele soort foundation hebben ze echt heel veel kleuren. Dit was de donkerste kleur van deze foundation. Dus W7, kom op. Je mag echt wel wat meer kleuren uitbrengen. Ik denk dat deze zelfs nog iets te licht gaat zijn voor mij. Ja, of niet. Nou ja, dat gaan we wel zien. Dus ja, dit was gewoon de donkerste. En deze foundation heeft een pompje, dat is wel fijn. En ik blend het uit met mijn beauty blender. Nou mensen, hij matcht echt perfect. De kleur is echt perfect. Nou, dat had ik echt niet verwacht. Nou, ik ben wel blij dat hij matcht. Hij heeft echt een gele ondertoon. En hij is echt mat. En ook een volledige dekking. Dus dat vind ik altijd heel fijn. Want ik moet echt eerlijk bekennen, de foundation was echt een grote gok. Want er waren niet veel kleuren en zo. En ja, ik dacht bij mij eigenlijk, nou ja, ik pak wel gewoon de donkerste. Dus ik ben blij dat hij wel echt goed matcht. Dus als je mijn huidskleur hebt, dit is echt de perfecte kleur voor jou. Welke kleur is dit eigenlijk? Dit is de kleur medium beige. Oh mijn god, ik ben echt blij man. Wat de F. Ik moet echt eerlijk bekennen, ik had zo geen goede vooroordelen over deze foundation. Ik dacht bij mijn eigen, dit ga ik volgens mij helemaal niks vinden. Ik ga het gewoon in die video gebruiken en klaar. Ik ga deze foundation zeker vaker gebruiken. Hij is echt mat, volledige dekking. Hij dekt alles heel mooi en de kleur matcht echt perfect. Dus medium beige is echt perfect als je een huidskleur hebt als ik, met een beetje een gele ondertoon. Niet heel bruin, een beetje een medium huidskleur. Ik ben er echt heel blij mee. Nou, ik heb hier de W7 Hideout Full Coverage Concealer. Dit is weer een beetje hetzelfde verhaal als met de foundation. Er waren niet heel veel kleuren. Dit was volgens mij de enige concealer die ze hadden. En hij is full coverage, dus dat is wel fijn dat het gewoon mooi alles dekt. Dus ik ga deze gewoon even proberen. Je had een lichte kleur en een donkere kleur. Volgens mij waren er maar 2 of 3 kleuren. En ik hou van een hele lichte concealer. Dus ik heb gewoon de kleur light gepakt. Tenminste, ik ga ervan uit dat die light heet. Ja, light heet die. Ik had dat gewoon gegokt, hè. Oh my god, hij heet gewoon echt light. Alles is uitgevallen. Oh my god, ik heb hem helemaal opengemaakt per ongeluk. Kijk, ik heb hem per ongeluk helemaal opengemaakt en nou is de helft eruit gevallen. Oké, lekker dan. Goed bezig, Sarah. Nou, wat ik dus wilde laten zien voordat hij helemaal uit elkaar viel, is dat deze ook met een pompje komt. Dat vind ik qua concealer wel minder, want ik wil het gewoon gelijk aanbrengen eigenlijk. Maar ja, nou moet ik het doen met een kwastje. Ik heb hier de W7 Blending Brush. Ik weet niet waarom die blending heet, want deze moet je niet gebruiken om te blenden. Maar dit is dus gewoon een plat kwastje. En die ga ik gebruiken om de concealer aan te brengen. Oké, de concealer is inderdaad echt vrij dik. Gebruik niet te veel. Ik heb weer te veel gepakt. Waarom pak ik steeds te veel van alles? Ik heb echt problemen met niet te veel te pakken. Hij voelt heel dik aan, dus ik heb ook echt het gevoel dat hij inderdaad echt full coverage is. Nou, de kleur is denk ik wel goed. Ik ga het maar uitblenden met mijn beauty blender. Oké, nou hij blendde heel makkelijk uit. Hij is inderdaad full coverage. Alleen de kleur is, ja, is iets te licht voor mij. Kijk, het is dat ik er persoonlijk echt van hou als de concealer heel licht is. Maar in principe is hij te licht voor mij. Hij had iets donkerder moeten zijn. Dus misschien dat medium of welke kleur hierna ook komt iets beter was geweest. Maar ik vind het op zich prima. Ik hou hier wel van. Dus als je wel houdt van een lichte concealer, is dit de kleur voor jou. Of als je gewoon een lichte huidskleur hebt, is dit de kleur voor jou. Hij blendt ook gewoon makkelijk. Ik had te veel gepakt, maar omdat ik het uitblend met mijn beauty blender, maakt het niet per se uit, omdat een beauty blender toch altijd best wel veel product meepakt. Dus dat maakt in principe niet echt per se uit. Ik hoop dat hij niet gaat creasen. Ik ga heel even snel mijn neus contouren. Ik ben zo terug. Nou ga ik mijn gezicht beken met de W7 Banana Dreams Loose Powder. Ik heb deze volgens mij al een hele lange tijd, echt een jaar terug of zo, getest. En ik vond hem volgens mij toen iets te geel. Mijn zus vond hem toen heel fijn, want zij is iets bruiner dan ik. En zij vindt het fijn als die wat geler is. Nou, omdat mijn concealer ja, toch iets te licht is. En deze is vrij geel, brengt hij misschien de kleur een beetje in verhouding. Nou, de poeder zit op mijn gezicht. Ik weet niet waarom ik hem destijds te geel vond. Ik weet niet wat ik dacht, maar ik vind hem nou absoluut niet te geel. En ik vind het ook fijn dat hij gewoon wat fijn aanbracht. Er viel niet heel veel op mijn schoot en op mijn kleding. Ik heb hier een aantal losse poeders. Als je die opdoet, echt de helft valt op je kleding. Dat deed deze niet. Ik vind hem ook niet te wit. Ik vind de kleur eigenlijk heel goed. Dus ik weet niet waarom ik toen dacht dat ik hem te geel vond. Ik weet ook nog dat toen heel veel mensen deze echt geweldig vonden. En ik vond hem juist helemaal niks. Maar nou denk ik echt bij mijn eigen hoezo niet. Ik vind hem nou ook gewoon fijn. Nou, ik laat hem er even op zitten en dan ga ik hem er zo weer afhalen. Nou, ik heb hem eraf gehaald. Ik vind hem echt top. Hij is echt super smooth. Met de concealer en de poeder ben ik allebei ook gewoon tevreden.
Ik moet wel zeggen, de concealer is echt vrij dik. Dus als je niet gaat voor een full face make-up, zou ik die niet gebruiken. Als je een beetje gaat voor alledaags make-upje, dan zou ik die niet gebruiken. Ik zou die echt alleen gebruiken bij een full force make-up zoals ik vandaag doe. Nou, ik ben nu klaar in principe met onder mijn ogen. Dus ik kan even snel de oogschaduw daar gaan afmaken. Nou, ik ga eerst deze kleur aanbrengen. Hiervoor gebruik ik weer de W7 Contour Eyeshadow Brush. Oh, deze poeders gaan echt overal heen. En dan pak ik weer deze zwarte kleur. Dan pak ik deze kwast ook van W7. Er staat verder geen naam op ofzo, dus ik weet niet welke dit is. Het is in ieder geval een vrij grote, platte blending kwast. En daarmee ga ik het even hieronder goed uitblenden. Oh, deze kwast is echt heel fijn. Hij is zo lekker zacht. Dan heb ik hier de W7 Wind Me Up zwarte oogpotlood. Nou, wat ik al meteen goed vind is dat het zo'n oogpotlood is die je uitdraait. Dus je hoeft niet aan te slijpen. Ik haat aanslijpen echt. Nou, ik ben ook echt super blij met dit potloodje. Echt, W7 verrast me echt. Ik vind deze ook echt heel fijn. Kijk hoe zwart het is, mensen. En hij bracht heel creamy aan, heel makkelijk aan. Klein nadeel is wel dat als je hem uitdraait en je hem een beetje opdoet, hij een beetje terugvalt ofzo. Dus je moet hem wel een beetje extra uitdraaien. Maar ik vind hem heel fijn. Kijk hoe zwart. Ik vind het echt mooi. Nou, ik ga weer even de mascara gebruiken voor mijn onderwimpers. Nou mensen, ik moet toch wel zeggen over deze mascara. Ondanks dat ik hem droog vind op een positieve manier. En hij wel echt je wimpers wat langer maakt en echt wat zwarter maakt. Zal ik deze niet echt vaker gebruiken. Puur omdat hij zo groot is. En die punten zijn, ja, ik vind het een beetje gevaarlijk bij mijn ogen ofzo. Dus deze zal ik denk ik niet meer gebruiken. Ik hou toch iets meer van wat smallere mascara's. Want die brengen echt iets specifieker aan. En dan is de kans niet zo groot dat ze echt in je oog gaan. En dat is met deze wel echt. Nou, ik heb hier de W700 Lulu bronzer. Deze bronzer had ik al. Ze proberen een beetje de Benefit Hoola bronzer na te doen. Alleen deze kleur is niet zo mooi als die van Benefit. Hij is vrij donker. Dus als je iets donkerder bent dan ik, dan gaat deze wel wat beter matchen. Voor mij is die persoonlijk iets te donker, maar ik ga hem alsnog opdoen. En ik gebruik deze W7 kwast daarvoor. Deze is ook van een vegan collectie, maar er staat verder geen naam op ofzo. Wat ik dus fijn vind aan deze kwast is dat hij zo zacht is. En hij is groot, maar wel een soort van plat. Dus je kunt wel zo mooi aanbrengen zonder dat je te veel aanbrengt in één keer. Ik doe een beetje een soort van contourbronzen. Deze kwast is echt heel zacht. Los van het feit dat hij iets te donker is, vind ik hem ook niet heel fijn blenden. Ik moet best wel lang blenden voordat hij echt een beetje goed uit is geblend. Dus deze bronzer vind ik helaas iets minder. Mocht je toch een bronzer willen van W7, dan raad ik deze bronzer eerder aan. Dit is de W7 Very Vegan Matte Bronzer. Deze vind ik iets beter. Dan gaan we verder met blush. Dit is de W7 Matte Me Blush in de kleur Going Out. En deze ga ik aanbrengen met deze kwast van W7. Dit is ook van de vegan collectie, maar ook deze heeft geen individuele naam. Ik vind deze kleur heel mooi. Het is een beetje roze, peachy en dan iets donkerder ofzo. Ik weet niet precies hoe ik de kleur kan uitleggen. Maar dit soort kleuren vind ik altijd heel mooi. Ja, ik vind hem erg mooi. Deze kwast brengt hem ook heel fijn aan. Deze kwast is vrij klein voor een blush kwast. Maar ik vind het wel fijn, want dan brengt hij iets preciezer aan. Nou, ik ga even die bananenpoeder gebruiken om het hier wat strakker te maken. Nou, terwijl dit erop zit, ga ik verder met highlighter. Ik heb hier de W7 Glow Commotion Highlighter. Mensen, deze had ik al. Deze is geweldig. Ik had deze allemaal omdat ik zoveel highlighters had. En mijn vriendin had echt geen één fatsoenlijke highlighter. Had ik hem toen aan haar gegeven, dus ik had hem niet meer. Dus nou heb ik hem weer. Ik ben er best wel blij mee. Deze is echt geweldig. De kleur is echt perfect. Niet te licht, niet te donker, niet te goud. Hij is een beetje goud, lichtachtig. Deze is echt heel mooi. Kijk even hoe mooi. Deze is zo mooi, echt. En voor die lage prijzen, mensen, deze is zeker een aanrader. Kijk dan. Dat is echt mooi, man. Ik vind deze een beetje een betere variant van de Balm Mary Lou highlighter. Als je die highlighter mooi vindt, vind je deze zeker mooi. Want ik vind dit serieus een betere versie van die. Ik doe ook op mijn neus. En onder mijn wenkbrauw. Nou, dan is nog het enige wat overblijft lippen. W7 heeft net deze lipscrubs op de markt gebracht. Ik heb de lipscrub, want je hebt verschillende smaakjes. Ik heb de Alterations Orange. Hij is ook oprecht lekker. Je kunt het in principe gewoon eten. Maar ja, als je je lips crupt en je gaat het dan eten, dan eet je ook je veldjes mee. Dat is echt best wel vies. Maar er komt altijd automatisch een beetje in je mond. Dus je kunt het sowieso proeven. Deze zijn echt super lekker en scrubben echt heel fijn. Ik weet ook al dat ik hem fijn vind omdat ik deze al had. Dus deze gaat in de giveaway voor jullie. Dit moet je eigenlijk doen als je geen make-up verder meer op hebt. Maar ik ga het nou maar een beetje doen, anders komt het over mijn hele gezicht. En ik breng het gewoon zo aan over mijn hele lip. En dan met mijn vinger blend ik het gewoon op mijn lip steeds. Ik richt me altijd vooral op mijn onderste lip, want die lip is altijd heel droog. En dan met een wattenschijfje doe ik het echt goed scrubben. En dan voel je het ook. Als je het met je vinger doet, scrub je niet heel goed. En dan wat er overblijft, haal je de gewoon weer af.
Nou, dan heb ik hier twee liquid lipsticks en één gloss. Ook deze heb ik al ooit gehad. Ik had hem nou niet meer, maar ik heb deze ooit gehad. Hij maakt je lippen niet per se dikker. Plumping gloss. Ja, ik vond niet echt dat hij dat deed, maar ik vond de gloss wel heel mooi gewoon. Het is gewoon een doorzichtige gloss. En hij ruikt heel minty. De applicator is ook heel fijn, want hij is vrij groot en het gaat een beetje in een punt. Dus hij brengt zo makkelijk aan. Dus dit is echt gewoon een hele fijne gloss voor... Je kunt hem gewoon zo opdoen zoals ik nu heb gedaan of over een bepaalde kleur. Nou, ik heb hier de W7 Mega Matte Lips in de kleur Nude. En ik heb hier de W7 Velvet Secret Matte Lipstick. En dit is in de kleur Marbella. Nou, dit zijn dan de twee kleuren. Deze kleur is meer velvet en deze is meer mat. Als je houdt van de NYX Soft Matte Lip Creams, dan ga je deze heel fijn vinden. Want die heeft een beetje dezelfde soort van structuur. En deze is meer velvet, dus niet echt helemaal mat. Ik ga voor vandaag deze opdoen. Nou, en dan heb ik hier nog de setting spray van W7. Dit is de W7 Long Lasting Matte Makeup Fixer. Dus deze is ook mat, maakt je gezicht dus mooi mat. Dus als je gaat voor een glowy look, zou ik deze niet gebruiken. Want dan wordt alles weer gewoon mat. Nou, ik vind hem heel fijn spuiten. Ik vind hem extreem fijn spuiten. Je kunt zo makkelijk zo... Dat vind ik heel fijn. Nadeel vind ik dat hij zo klein is. Ik hou toch meer van wat grotere setting sprays. Ook omdat ik altijd best wel veel spray, dus hij gaat heel snel op. Dat probleem had ik met de NYX setting sprays ook. Ze zijn zo klein en deze is nog kleiner. Maar voor de rest vind ik hem prima. Nou mensen, ik moet toch wel een beetje zeggen dat ik toch wel... vrij positief gechoqueerd ben. Vooral de concealer en de foundation. De foundation is echt een perfecte match. Die ga ik zeker vaker gebruiken. Ik vind die echt heel mooi. Maar ik moet toch zeggen dat ik over het algemeen vrij positief ben over alle make-up. Vooral die glitter eyeliner vind ik echt heel mooi. Het oogschaduwpaletje ben ik zeker positief over. Behalve dat hij zoveel fallout heeft. De paar make-upjes waar ik niet zo over te spreken ben is de W7 eyeliner. Als het jou niet uitmaakt dat de applicator hard is, dan is deze gewoon goed. Dan vind je hem gewoon goed. Maar ik wil altijd gewoon zo eentje die flexibel mee beweegt. En dat doet deze gewoon niet. Vandaar dat die gewoon niet bij mij past. Nou, de Honolulu bronzer. Kijk, dat de kleur niet goed is voor mij, maakt een product niet slecht. De kleur matcht gewoon niet met mijn huidskleur. Maar ik vind hem ook gewoon niet zo goed blenden. Dus daarom raad ik deze niet aan. En de gevaarlijke mascara. Ondanks dat ik de mascara in principe goed vind, ik vind de formule gewoon goed. Hij maakt je wimpers gewoon lang en heel zwart. Ik vind hem gewoon te gevaarlijk. Hij is te groot en die spikes allemaal zo erop. Ja, als dat dan in je oog gaat... ja, is niet te doen. Maar voor de rest raad ik echt alles aan. Als je deze make-up wilt kopen, ga even naar www.w7cosmetica.nl. Ik zet ook alles in de beschrijving. En daar kun je gewoon deze producten aanschaffen. Alles is heel betaalbaar. Niks is duur, want ja, het is wel W7, dus dat is altijd heel betaalbaar. Dus dat is heel fijn. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat vooral even een like achter en vergeet niet te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. Elke zaterdag en dinsdag om 1 uur. Af en toe komen er extra video's op donderdag om 1 uur. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij de volgende video.